Die veel besproken is. Ja, de civiele zaak tegen Sievert van Linde, Camille van Gestel en Bernd Damme. Die begint vandaag. Het drietal met als boegbeeld mediafenomeen. Sievert is door de Stichting Hulptroepen Alliantie aangeklaagd voor de mondkapjesdeal. Die zij zonder winstoogmerk zeiden te doen. Ze hielden er 20 miljoen euro aan over. Sinds het recente FD-interview is Sievert als van oud. Weer het gesprek van de dag. Hij vertelde hierin dat hij geen advocaat kan nemen. vanwege beslag op zijn vermogen. In de Telegraaf vandaag een overzicht. hoe Van Linde. plotsklaps gillend rijk geworden is. En het FD schrijft. Deken van advocaten schiet Siewert van Linde. Te de hulp. De kranten melden dat advocaat Jaap Willem Rozemond zijn diensten heeft aangebonden. En waarschijnlijk beginnen ze met een kortgeding waarin gevraagd wordt dat een deel van Sieverts vermogen vrij wordt gegeven, zodat hij een advocaat kan betalen. Voor dit kortgeding is al geld vrijgegeven, dat zegt Van Lindens advocaat tegen de krant. Ja, en nu krijgt hij dus toch krijgt hij ook, uh, gerechtelijke hulp. Dat lijkt me een goed ding, toch? Dat is heel goed. Dat is ook een, een fundamentele recht, om in die termen te spreken dat je toegang hebt tot recht, ja. maar ook dat je, dat je bijgestaan wordt. Want dat is, dan is ook vooral... civiele zaken zijn hele ingewikkelde zaken... en je moet procesvertegenwoordiger hebben. Ja. Dat is een hele goede zaak. Maar dat is best wel raar, hè? Als je dat, toen ik dat zo hoorde in dat, in dat interview met Sio... dacht ik, he, kan dat dan in Nederland... dat je dus dan toch geen recht hebt op een advocaat? Viel hij precies ja. tussen wal en schip of zo? Hij viel, hij viel tussen wal en schip. Uh, het is niet zo dat, 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 dat Nederlanders geen advocaat kunnen krijgen. Er zijn allemaal regels voor. Maar... Bij hem is dat natuurlijk enigszins gecompliceerd. Ja. Maar goed, hij heeft ook voor een strategie gekozen. Dat moeten we ook niet vergeten. Hè? Hij heeft voor een strategie gekozen om via media verder zijn proces te gaan voeren. En dat nou ja, is ook hij... natuurlijk een strategie. Ja, Terwijl hij dat bijvoorbeeld bij het interview van opeen zei: die, Ik, ik kan, heb nu niet de kans om een verhaal in de rechtszaal te doen, dus doe ik het hier. Ja. Dat is wel zo, maar als je kijkt de activiteiten van hem tegelijkertijd is het een strategie, want hij gaat mm. daar inhoudelijk eigenlijk een framing uh, tot stand brengen over hoe de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en dat is de uh, start van de zaak. Ik vraag me toch af: zullen we ooit antwoord krijgen op hoe het nou precies allemaal zit? Nou, dat denk ik wel, hoor. Ja. Ja, daar ben ik even wel optimistisch over. Ik denk wel dat dat uh, goed ja. uh, in de. Ja, dat, ja dat, ik, uh, ik ben dan toch dat het zo erg gaat over. Nou, die wist dit, die wist dat. Ja, het tuurlijk, wordt zo mensen rechter twee woorden tegen zal elkaar. Ja, uiteindelijk dat allemaal op, op een rijtje proberen te zetten. En daar, die maakt daar een belangenafweging in. Ik denk eigenlijk dat we al best wel veel weten ook. Maar ja. um, dit is wel een moment dat de rechter uh, nog eens even alle partijen hoort. En alles nog eens een keertje ja. op een rijtje gaat zetten. Ja, okay. ik weet niet of er nog hele grote geheimen ach achterblijven hoor, over deze mondkapjesdeal. Maar... We gaan het afwachten.